Toen heb ik echt heel erg veel naalden in iemands voeten gedaan. Oh shit. Dat was best wel een pittige voetmarteling, maar voor mij zag het er zo schitterend uit. En ook veel kusjes opgegeven, want ja, de aftercare was belangrijk. Ja. In deze serie date ik met mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomt. Ik weet wel waar we over gaan praten, maar nog niet met wie. Voeten vers uit de pedicure of net uit de sportschoen? Vers uit de pedicure. Zuigen of likken? Likken. Naaldhak of teenslipper? Naaldhak. Blowjob of footjob? Footjob. Deze week date ik met Bas. Hij heeft een voetenfetis. Hey Bas. Hey Rolf. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik welkom ben. Ja, dan zie ik eindelijk het gezicht bij de naam. Ja. Hey, jij zei net een footjob liever dan een blowjob. Yes. Wat is een footjob eigenlijk? Een footjob is dat je partner met zijn of haar voeten om je pik heen is. En dan ja, ofwel je neukt de voeten, ofwel net als een handjob. Die ander maakt de beweging om je op die manier te plezieren. En dan duurde wat glijmiddel overheen of zo? En dan, wat je voorkeur is. Soms stroever 5-wit is goed. Als je het wat gladder 5-wit dan is het. Voor de echte rauwe doorbijter. Kan gewoon, ja. Ja. En wat maakt het dan lekkerder dan een blowjob? Mijn voorkeur gaat uit naar dat lichaamsdeel. Dus ik vind gewoon vooral grafisch. Dat is veel prikkelender voor mij dan wanneer die in iemands mond zit. En hoe verhouden voeten zich dan tot de rest van het lichaam? Betekent dat je dan helemaal niet meer naar billen en borsten kijkt? Of? Nee, dat vind ik ook leuk. De rest van de mens die hoort er wel bij, zeg maar. Maar het is voor mij het meest opwindende lichaamsdeel. Wat kan je dan nog meer doen met voeten tijdens seks? Oh, best wel veel. Ik vind het heel leuk om ze aandacht te geven. Dus bijvoorbeeld een voetmassage geven vind ik heel fijn om te doen. Weet je, want dan ben je de perfecte partner, hè, sowieso. Ongetwijfeld. Ja. Komt verder niks tekort. Nee. En ik vind het heel erg leuk om ze te betrekken bij seks. Dus eigenlijk gewoon seks. Maar dan vind ik het fijn om een voet vast te houden. Of dan vind ik het fijn om aan een voet te likken. Of om een kusje op te geven. Oh, dat is al voldoende. Ja, dat vind ik heel erg prettig. Ja. Want dan heb ik ja, hetzelfde als je iemand aan het neuken bent en je houdt borsten vast. Als je dat fijn vindt, dan is dat een extra stimulans. Ik vind het heel fijn om ze te betrekken in voorspel. Het is heel fijn als iemand over mijn pik wrijft met een voet, daar word ik erg opgewonden van. Ik vind het fijn om een voetjob te doen voor seks. Je kan natuurlijk vanuit een BDSM ding, kan je bijvoorbeeld voeten martelen. Dat is natuurlijk heel erg gevoelig onderdeel van het lichaam. Ja, verschrikkelijk. Wat doe je dan? Je zou bijvoorbeeld op de voetzolen kunnen slaan. Die zijn super gevoelig. Ja. Als je daarop slaat, dan heb je heel snel een heel naar effect. Je hebt mensen die vinden het heel leuk om specifiek door voeten geschopt te worden. Dus gewoon in je zak of zo. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, dat is bij mij wel eens gebeurd. Ja? Ja. En hoe was dat? Nou, eigenlijk precies wat je ervan verwacht. Ja. Je doet vet veel zeer. Ja, dat was... Er zijn mensen die hebben een enorme kietelfetish, voetkietelen. Je kan ermee penetreren. Penetreren? Met voeten, ja, gebeurt ook. Zowel in vagina's als in anussen. Heb je het wel eens gedaan? Nou, ik heb dat wel eens gedaan, maar dan mijn teen in iemand. Ja. Maar dat was één teen. Dus dat is ja, een beetje beginnersniveau zit ik daar. Hoe was dat? Ja, wel heet. Ja? Ja, dat was wel heet. Want dat was dan juist heel erg vanuit ik in de machtspositie van de twee en die ander heel onderdanig. Ja. En dan zegt, nou jij krijgt, dit is wat je krijgt, meer niet. En dat was dat idee heel erg opwindend. Ik vind het moeilijk om dit helemaal te begrijpen, want voeten zijn niet per se mijn ding. Maar kan jij uitleggen wat jij zo geil vindt aan voeten? Ja, ik vind dat er heel erg veel vorm in zit. Dus veel meer, gewoon een borst voor mij is gewoon een borst. En daar zijn veel verschillende soorten maten en vormen van, maar in de basis is dat gewoon één vorm. En bij voeten heb je dan en de tenen, en de hiel, en de enkel, en de bal van de voet, en de zool, en de wreef. Er zit gewoon heel erg veel, ja. Je begint ook helemaal te stralen, ja, als je het over hebt. Ja. Welk onderdeel van de voet vind je nou het geilst? Wreef en tenen. En waarom? Omdat tenen hebben de meeste mobiliteit, daar kan het meest mee gedaan worden wat mij betreft. En ik denk dat ik wreef esthetisch het mooiste vind. Maar wat aan een wreef is dan zo mooi? Mag ik die vraag omdraaien? Ja. Ben jij een billen- of een borstenman? Ik ben denk ik een borstenman geworden. En wat vind je daar dan zo mooi aan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk de tepel of de vorm. Right, so, maar ja, waarom ja, dan? Ja, ja. Ja, de wreef, dus ik weet niet waarom. Maar als ik daarnaar kijk, dan ervaar ik het meest opwinding. Dat vind ik het mooiste stukje. Dat voel je gewoon meest. Natuurlijk. Ja. Maakt de presentatie ook nog uit? Tot op zekere hoogte. Ik heb voorkeuren. Ik vind bijvoorbeeld echt een mooie designer hak vind ik echt heel mooi. Oh ja. Zeker als het open teentjes heeft, dan ben ik klaar. Maar ik vind bijvoorbeeld ook kousen en sokken vind ik ook leuk. Uiteindelijk gaat het een beetje om de verzorging van, dus de aandacht die erin zit. Net als dat iemand bijvoorbeeld een man in pak heel aantrekkelijk kan vinden. Weet je, er zit zorg en aandacht in. En dat vind ik ook fijn als het om voeten gaat. Maar aan de andere kant, als iemand een beetje dominanter is en die zegt van, ja, je krijgt hem zo. Nou ja, oké, weet je, dan vind ik dat ook prettig. Ik wil toch vragen, want natuurlijk. Is er dan een perfecte presentatie van de voet? Hoe ziet jouw droomvoet eruit? Zwarte pieptoes van Jimmy Choo. Heel specifiek. Ja, en dan een lichte voet met zwarte nagellak. Zo. Maar wat is een pieptoe? Wat is dat? Dan heb je gewoon een normale hak, maar de tenen zijn open. Oh ja. Dus dat, en vaak zie je dan net een grote teen en zeg maar je wijsteen, als het ware. Dus als je die specifieke perfecte voet ziet, perfect ingepakt in een mooie hak... Wat gebeurt er dan met je? Ik word er gewoon lekker gek van. Ja. Ik moet zeggen, de situatie doet een hoop hoor. Dus als dat gewoon midden op straat is bij iemand die ik niet ken, dan ga ik gewoon even omhoog kijken in plaats van naar beneden. Dat vind ik wel zo. Oh, is dat zo? Ja, dat is wel zo gepast. Ik bedoel. Maar is het eerste waar je naar kijkt naar beneden als je in de zomer bijvoorbeeld over straat loopt? Nou, nee dus. Want als daar aantrekkelijke voeten tussen zitten in de zomer, dan ja, dat is voor mij eigenlijk hetzelfde als voor andere mensen zou zijn als iedereen in blote borsten of gewoon in een naki zou lopen. En ik heb daar dus ja, in verhouding net zoveel last van of lust van, het is maar hoe je het bekijkt. En ik vind dat ongemakkelijk, want ik wil helemaal niet iemand anders daarmee lastigvallen die helemaal nooit consent daarvoor heeft gegeven of zo. Dus vooral in de zomer ben ik erg bezig met oogcontact en niet naar beneden kijken. Is het bij jou alleen geven of nemen? Of kan het allebei? Ik ben overwegend dominant in mijn relaties. Daar voel ik me het meest comfortabel bij en daar doe ik ook het meest mee. En dan vind ik het heel fijn om gewoon te pakken wat ik hebben wil. Ja. Met consent uit. Ja, dat moet je altijd even zeggen. Maar wanneer ik in een meer onderdanige energie zit, dan vind ik andere dingen weer heel erg tof. Dus dan vind ik het bijvoorbeeld leuk als iemand echt de voet in mijn mond propt. Weet je wel, in plaats van dat ik dan kusje of lik dat comfortabel is, dat echt een beetje ongemakkelijk wordt. En dan vind ik het ook heel leuk als er iemand op me gaat staan. Dat vind ik ook super heet. Staan? Ja, dus dan hebben we het over, dat noemen ze dan trampling. Dus dan lig je op de grond en dan komt iemand op je staan. Dan doet het niet vet veel pijn in je hoofd? Nou, hoeft niet per se gelijk op je hoofd. Je kan eventueel beginnen. Oh, ik gelijk aan voeten hier. Je kan eventueel beginnen op bijvoorbeeld bovenbenen of zo. Oké, ja. En wat is het meest extreme dat je ooit met voeten hebt gedaan? Dat was... ik vind het heel leuk om met naalden te spelen, met die medische naalden. Mm-hmm. Needle play, zoals dat heet. En toen heb ik echt heel erg veel naalden in iemands voeten gedaan. Oh shit. Dat was best wel pittige voetmarteling, maar voor mij zag het er zo schitterend uit. En ook veel kusjes opgegeven, want de aftercare was belangrijk. Ja. Ja. En het tweede was dan een triootje wat eigenlijk alleen maar om mijn voetfetish draaide. Nou, dat... Geweldig. Ja, dat was zo opwindend. Ik kon eigenlijk alleen maar rare geluiden maken en een beetje kwijlen. Er was niet veel meer over van mij. En twee hele mooie mensen die deden alles met hun voeten. Die zaten in mijn gezicht, op mijn lijf, om mijn pik. Die waren mij enorm aan het verwennen in die setting. En dat was... dat is natuurlijk geweldig gaaf. Maar dit klinkt als... De lekkerste ooit, maar was het ook de extreemste? Nou, de extreemste mentaal vooral. Omdat ik kon echt geen zin meer maken. Ik was echt helemaal van de wereld af door hoe lekker dat was en hoe fijn dat was. Ja. Waar is dit voor jou begonnen? Wat was nou het eerste moment dat je besefte van voeten zijn het helemaal voor mij? De eerste keer dat ik echt bewust was, althans met terugwerkende kracht misschien, maar ik denk 4 of 5 jaar. Zo jong? Ja. En wow. Dat komt omdat ik echt gewoon... Ariel de Kleine en Zimmerman, die film heb ik denk 400 keer gezien toen die ik klein geen was. Voeten? Nou ja, wel dus. Die krijgen ze op een gegeven moment en die is daar super blij mee en ik snap dat. Weet je, ik denk ja,
dat ik zou er ook blij mee zijn. En op de een of andere manier staat dat beeld dat ze op zo'n steen liggen met die teentjes aan het wiebelen is, dat staat me nog heel erg bij. En dat is ook gebleven. En toen was ik een hele jonge puber, 12, 13 denk ik. En toen was er een kermis in het dorp. En daar kon je van die pornografische speelkaarten kon je winnen. Nou, iedere jongen van die leeftijd wilde natuurlijk die speelkaarten winnen. En dan weet ik nog wel, daar zat dan de klaveren koningin zat daarin. En die had dus van die zwarte piepdoos. En dat was echt met enige afstand mijn lievelingskaart uit dat kaartspel. Ja? Ja. Maar kon je dat dan al plaatsen toen? Dat je echt die grote interesse voor voeten had? Nee, vanaf daar ging ik meer op zoek naar dat soort afbeeldingen. Zeker toen ik later internet toegang kreeg zonder toezicht. Dan ga je helemaal los natuurlijk. Ja, en dan merk je dat het allemaal wel een beetje die kant op gaat. En dan op een gegeven moment begin je te beseffen dat daar thema's in zitten waarvan je denkt, oh, ik ben blijkbaar constant op zoek naar dit soort dingen. En ik merkte gauw dat voor mij plaatjes het meer deden dan video's. Oh ja? Ja. Ik vind het fijner om zelf een verhaal bij te denken dan dat ik een verhaal gevoerd krijg van dit is het. Ja. Vanaf daar was het makkelijk vertrekken natuurlijk. Als je op een gegeven moment food fetish, krijg je allemaal smaken voorgeschoten. Dan denk je, nou, die wel, die niet. Jij merkt dus op jonge leeftijd dat je die kink hebt voor voeten. Hoe was dat voor jou toen je daarachter kwam? Niet heel erg mee bezig in die zin. Het was gewoon heel privé. Dus ik deed dat in mijn eentje en verder niet met partners op het moment dat ik erachter kwam. Het was alleen als ik dan bijvoorbeeld lekker met vrienden aan het hangen was, vrienden en vriendinnen. Weet je wel, en een van mijn vriendinnen legde dan mijn voet over mijn schoot. Dat ik dan in één keer merkte van hot flashes en ik kreeg het hier erg warm van. En dat was ja, eigenlijk een constante bevestiging van je hebt dit. Dit is iets wat je fijn vindt. En hoe was dan jouw allereerste voetjob? Ja, dat was voorzichtig en... Voorzichtig? Ja, onwennig. Weet je, je wil niet gelijk te veel pakken. Het is zeg maar alsof je super honger hebt en dan bij je schoonouders gaat eten of zo. Dat je denkt dat je niet gelijk heel die kip naar binnen schuift, maar gewoon rustig en gedoseerd. Je probeert een beetje je zelfbeheersing te bewaren. Maar ja, het idee alleen al, weet je, mijn brein was enorm aan het knetteren. En dan probeer je gewoon een voetmassage rustig, weet je, in te houden. In de tussentijd super geil van geworden. Dus kalm. Ja. Heel je lijf is echt bezig met ah! En je probeert gewoon die rust te bewaren. En ja, dan geef je dus een voetmassage en dan mag je er een kusje op geven. En vanaf dat moment, Ralf kan niet anders zeggen, mijn brein kapte er gewoon mee de eerste keer. Dus ja, explodeerde je niet? Gelukkig viel dat wel mee. Maar het duurde niet heel lang, zeg maar. Dat ging rap. En hoe is dat verder uitgebouwd? Hoe ben je er meer mee gaan experimenteren? Nou ja, je wordt op een gegeven moment ouder. Je merkt dat er online best wel wat over gezegd wordt. Dus je merkt dat je minder alleen bent op het moment dat je online kijkt hoeveel materiaal er eigenlijk is en hoeveel mensen daar eigenlijk dat fijn vinden, die voeten fijn vinden of die foot fetish hebben. En hoe reageren mensen dan doorgaans? Oh, in het begin ben ik echt heel erg angstig voor schrik ik iemand af. Als ik iemand een heel leuk mens vind, vinden ze dan bijvoorbeeld een foot fetish super raar en zeggen ze dan, ja, maar nou vind je helemaal niet meer leuk, want je vindt voeten leuk. Weet je? Dus heb je dat wel eens gehad? Nee, maar ik deed zelf. Dus dan ontmoet je iemand en dan denk je van, ah, laat maar zitten, geen zin om dat gesprek aan te gaan. Dus dan hou je het voor jezelf weg, omdat je bang bent op de reactie op een fetish. Oh shit, waar komt dat dan vandaan, denk je? Dat je die angst daarvoor hebt? Dat weet ik niet precies, maar wat ik wel merk is dat een foot fetish, ondanks dat het echt wel de meest voorkomende fetish is eigenlijk, ja, merk ik dat het ook degene is die het meest belachelijk gemaakt wordt. En dat hangt misschien een beetje samen, omdat hij het meest bekend is, is het ook het makkelijkst om het als doelwit te gebruiken. Maar je ziet vaak in media bijvoorbeeld, weet je wel, van oh, ben jij een, er zijn allerlei memes of allerlei filmpjes over, van oh, ben jij een billen- of een borstenman? Dan zeg ik, ben een billenman en een borstenman en dan komt daar iemand over de grond aangekropen en is dan, ik ben een voetenman. Weet je wel, dus dat is dan gelijk van, oh, en die sukkel vindt voeten leuk. Dus ja, dat beeld wordt wel geschetst door heel veel media, door internet, door memes, door verhalen. Dus dan ja, maakt dat het lastiger. Wat is nou het grote vooroordeel dat op voeten liggen? Ja, dat je per definitie een onderdanige viesbeuk bent. Ik denk dat dat...
Wat heerlijk is, als je een onderdanige fysio hebt, geniet ervan, weet je wel. Met consent graag, maar ik denk dat dat het grootste vooroordeel is. Ja, en wat vind je van het vooroordeel? Nou, dat, zoals elk vooroordeel is dat gebaseerd op een groot deel waarheid. Er zijn heel veel mensen die voetfetish hebben die uitsluitend onderdanig zijn. En er zijn heel veel mensen die dat vanwege stigma of schaamte inderdaad stiekem doen. Maar ik denk dat de toenadering verkeerd is. Ik denk dat je beter vanaf de andere kant kan kijken van, hey, wat is iemands fetish? Dat is op zich iets om te vieren. Ik bedoel, als je ergens opgewonden van wordt, dat is een leuk iets. En dan niet zo bezig moet zijn met mensen gelijk de grond in trappen. En joh, het is echt niet gekker dan een borst of een bil leuk vinden. Dus als je het hebt, het is eigenlijk een soort bonus. Extra lichaamsdeel om van te genieten. Ga los. Ja, ja. Maar dat is het echt. Ja. Toch, je hebt gewoon meer om mee te spelen. 10 keer meer mogelijkheden. Precies. Althans, dat denk ik, hè? Ja, in ieder geval 10 tenen. En ja, wat mij betreft wel, ja. Ja. Ik denk, geniet er lekker van. En vertel je dit eigenlijk aan je omgeving? Nee. Helemaal niet. Nee, en dat is raar. Ik ben heel open naar mijn omgeving, maar ik merk dat ik ook last heb van het taboe en dat stigma en het heel lastig vind om dat te doorbreken. Dat ik hier ook zit met jou op date is ook meer een besluit van, nou, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet zo mijn leven leven en ik wil graag betrokken zijn bij een ander geluid de wereld inzetten. Wat is dan jouw ultieme voetenfantasie die je nog hebt? Als volgt, ik lijkt mij te gek om 4 vrouwen, en het is een beetje een arbitrair getal, 1 voor 1 een pedicure te geven die dan uiteindelijk uit de hand loopt natuurlijk. Dat ze dat zo fijn vinden en dat we dan vieze voeten dingen gaan doen met z'n vieren. Wow. Dat is de fantasie die nog op de plank ligt. Maar waarom de manicure eerst? Nou, voor wat hoort wat toch? Ja. Ja. En hoe loopt het dan uit de hand met z'n vieren? Wat gebeurt er dan? Ja, dan vinden ze die aandacht aan de voeten zo fijn dat ze natuurlijk zelf enorm opgewonden van raken. En dan denken van, we moeten deze pedicureman vreselijk bedanken met heel veel voetenaandacht. Dus dan word ik op de stoel gezet en dan gaan zij voor me liggen en dan krijg ik wel alle voeten. En dan zie ik alleen maar voet en dan ga ik genieten. Dat is het idee. Geweldig. Ja. Ja. Koop je eigenlijk ook voetfoto's? Ik heb dat nog nooit gedaan, maar sta er wel voor open. Ik ben erg sekswerker positief ingesteld en ik zou dat best wel eens willen doen. Waarom heb je dat nog nooit gedaan? Ik heb dat nog nooit gedaan omdat ik eigenlijk best wel wat hete voetfoto's toegestuurd krijg van mijn eigen partners. Dus dat neemt een beetje de noodzaak weg, denk ik zo. Dat was hem. Ga je nog eens doen vanavond? Met warme voetjes naar bed. Sokjes aan. Sokjes aan. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te liken en te subscriben en laat weten in de comments wie jij hier zou willen zien zitten.